Hey mensen, welkom bij een nieuwe video op dit kanaal. En vandaag gaan we iets heel speciaals doen. Ik heb het vorige week eigenlijk al aangekondigd. Wij gaan kleding weggeven. Wij gaan inderdaad kleding weggeven. We gaan bijna verhuizen en dat houdt in dat er een hele grote schoonmaak hier in het huis plaatsvindt. Er gaat een hoop weg. En ook kleding. Dus we gaan een aantal kleding weggooien. En dat geven we dan aan een tweedehandswinkel of zo, als het niet te kapot is. En we gaan een aantal kledingstukken aan jullie weggeven. Hoe gaan we dat doen, Marit? We gaan een kledingstuk uit de kast pakken. Dan zeggen we, deze is voor jou. En dan doe je hem in de doos. Nou, dankjewel voor deze superhandige uitleg. Wij pakken dadelijk in totaal 8 kledingstukken. 4 vrouwelijke, 4 mannelijke. We noemen het kledingstuk 1 tot en met 8. En jullie moeten dan een mailtje sturen naar kleding@dillenhages.nl met jouw favoriete kledingstuk. Nou, uiteindelijk kiezen we 1 winnaar per kledingstuk uit en die krijgt het gewoon gratis en voor niets thuisgestuurd. We beloven dat de kleding goed gewassen is en niet kapot is. Maar het ruikt wel een beetje naar ons. Dan krijg je er toch niet helemaal uit. Ja, maar ik ruik best lekker. Oh, ja? Ja. Nou, er zijn een aantal kledingstukken die ik graag meeneem. Dit is namelijk mijn favoriete kledingstuk. Dat is mijn favoriete blouse. Die hou ik mooi. Nou, maak je ze lekker, zeg maar, jou zo'n worst voor. Zeg maar, kijk, leuk, krijg je niet. Deze ga ik weggooien. Echt? Ja, dit is een vrouwenvest wat ik ooit bij de HEMA heb gekocht omdat ik het cool vond. Maar het is gewoon echt voor vrouwen, gewoon oprecht. Ik heb het op de vrouwenafdeling gekocht. Maar ik vind het vind het helemaal niet zo vrouwelijk. Yo, what's up? Wil jij die anders nog? Want anders gooi ik hem weg. Gooi me weg. Maar ga je hem echt weggooien? Ja, tweede winkel. Tweede winkel. Deze ga ik wegdoen. Echt? Echt. Het is van Jesus. En het zijn allemaal honkballen. Dit is kledingstuk 1. Als je deze nou leuk vindt, het is een, wat is het voor maat? Het is een S'je. Hij valt wel wat groter uit. En die ga ik wegdoen. Ik heb hem niet heel veel gedragen. Ik denk dat ik deze serieus maar 2 keer heb gedragen in mijn leven. Hij ruikt heel vers. Fresh. Hij ruikt serieus een gloednieuw. Yeah. Hou jij van geen stinkende kleding? Dan is kledingstuk 1 misschien wel een optie voor jou. Nee, ik ga op honkballen. Kijk, ik heb ze bij elkaar. Kijk, en hij kan ook met je knuffelen. Oh, hey. Hey. Kledingstuk 1, dames en heren. Oh, dit is mijn kledingkast. Super mooi. Wauw. Wat is je favoriete kledingstuk? Dat heb ik ook gezegd, dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Mijn favoriete kledingstuk. Waar is dat lingerie setje? Tillen? Nee, er was iemand die vroeg of ik een BH wilde weggeven, maar dat gaan we niet doen, hè? Ja, dat was zeker een vieze oude man die zat te kijken, hè? Dit was wat ik aan had tijdens de bruiloft van mijn zus. Wauw, dat is mooi. Dat is een jurkje van Ted Baker, maar die ga ik ook niet weggeven. Dat is een nee, dat zou ik niet doen. Dat was ook best wel een duur jurkje. Ga je die wegdoen? Ik zie jou lachen. Het heeft Japanse bloemen, zeg maar. Dus hou je ook van Japan? Wij houden wel van Japan. Het is een... Ja, je kan het over alles aandoen of zo. Nou, jij moet in een kledingwinkel gaan werken. Nee, het is van Straps, een XS. Kledingstuk nummer 2, dames en heren. Mail naar kleding@dillenhages.nl voor kledingstuk nummer 2. Hou jij van bloemen die niet water hoeven? Je hoeft ze zeg maar niet... En hou jij van vogels die geen geluid maken? Kies dan... Kledingstuk 2. Kledingstuk 3. Echt bont. Deze sjaal... Dit gooi ik weg, trouwens. Dat is echt lelijk. Is oh, maar echt die lelijk. Ken ik nog van jou. Dit was je Twitterfoto toen ik verliefd op je was. Had je dat? Weet ik, maar dat kwam niet door dit busje. Dat kwam door mijn seksualiteit. Dit gaat ook weg. Je moet dat wel een beetje netjes opvallen, want je kan toch niet naar zo'n tweedehands winkel komen. Hier, heb ik een puinhoop kleding. Tuurlijk wel. Oh. Deze ga ik weggeven. Deze, dit is... Die is ook leuk. Een heel leuk truitje, maatje S uiteraard. Ja, ik snap dat jullie denken, S, hoe kan dat nou met zo'n brede armen? Nou, het is echt waar, ik heb maatje S. Deze geef ik weg. Het is een trui met een soort verkleuring erin. Een heel lekker zacht stoffie. Ik heb hem ook niet vaak aangehad. Je moet maar gewoon de video's terugkijken en kijken hoe vaak ik dit heb aangehad. Dat is niet vaak. Kledingstuk nummer 3. Ben jij geïnteresseerd? Laat het weten. Terug naar de vrouwenafdeling. Ah, ik vind het sowieso best wel moeilijk om afscheid te nemen van kleding. Afscheid nemen bestaat. Maar deze gaat wel weg. Die heb ik al lang. En, maar deze kan... Oh. Ik vind deze wel heel leuk. Maar?
Maar ik ga hem wel aan een kijker weggeven, want ik weet dat ik hem al heel lang niet aan heb gedaan. Ik heb heel veel spijkerbloesjes. Leuk, hè? Het is van Maison Scotch. Ja, het is van Maison Scotch. Dat is een degelijk merk, moet ik zeggen. Het is een zeer degelijk merk. Zo'n zeer degelijke blouse. Want als je hem tot de knoopjes, ben je heel degelijk. Moet niet te ver open, want dat mag van Dylan ook niet. Mocht ik nooit. Nee, de vrouwtjes moet je een beetje onder controle houden, hè? Jongens. En je kan hem oprollen en je kunt hem ook in je kast hangen. Je kan hem ook andersom aan doen, via de mouw. Wil je weten wat voor maat het is? Ja, het is maat 1. Dus heb jij nou maat 1, dan is kledingstuk 4 misschien wel iets voor jou. Dit ga ik weggeven. Dit is nog een trui. Heel toepasselijk met het weer nu. Ik moet niet aan een trui denken, daarom geef ik ze ook allemaal weg. Deze heb ik ook echt 1 of 2 keer aangehad. 1 keer in een video trouwens. 10 vetste records, dat vergeet ik nooit meer. Omdat ik weet dat ik toen dacht, wat had ik daar een wijde trui aan. Ik ben echt, je moet wel wat breder zijn dan ik voor deze trui hoor. Het is wel maatje S. Maar hij valt echt groot uit. Ben jij nou geïnteresseerd in de natuur? Hier staan blaadjes op. Dan is kledingstuk 5 misschien wel iets voor jou. En, leuk weetje, deze trui is zo licht als een veertje. Oh, het zijn veertjes? Ja. Ik heb altijd gedacht dat het blaadjes waren. Maar deze ga ik weggeven. Die ga je weggeven? Ja. Wat is dat, een tuinbroek? Ja. Oh, die is vet cool man. Jij geeft allemaal vet gave dingen weg. Weet ik, maar ik heb er nog zo in. En deze had ik ook nog. Dus ik heb er gewoon 2. En ik dacht, ja, wat heb ik aan 2 dingen? Het is van de H&M. Het is maat 36. En ja, als je het leuk vindt, kan je tuinieren in deze broek. Kledingstuk nummer 6. Ben jij nou een echte tuinman of tuinvrouw? Dan is dit misschien wel wat voor jou. Hé, hey, dit zijn leuke dingen. Ik wist nog niet dat ik deze had, man. Hier, dit. Oh ja, die is ook leuk. Ik vind die leuk. Zou ik hem aan een kijker geven? Ja! Dit is echt een heel cool ding namelijk. Hij is ook wel weer wat wijder, maar het is een beetje onderkend. Het is een Scandinavisch merk. Het is volgens mij Deens. Ja. Weet ik niet zeker. Ik pin me dat niet op vast. Maar die houden een beetje van die losse stijl. Jij bent gewoon vet klein, zeg maar. Ja. Nee, ik lul gewoon wat. En ik vind het wel een heel cool truitje. Dus we zijn echt bezig met de wintercollectie wat mij betreft hoor. Dames en heren, vinden jullie deze nou interessant? Mail dan naar kleding@dylanhaags.nl met kledingstuk nummer 7 in de titel. Dit is mijn laatste. Met pijn in mijn hart moet ik zeggen dat dit mijn laatste is die ik ga weggeven aan een kijker. Ga je hem missen? Dit is wel een missertje. Misschien kunnen jullie nog wel brieven naar elkaar sturen. Ik spreek je in Deens. Gooi even iets weg. Even iets weggooien. Wat is dit voor een gewaad? Is het sexy dan? Gadverdamme, dat is gewoon smerig bij jou. Je ziet al je smerige tepeltjes zo. Stel je voor dat ik naar een festival ga en ik sta. Dan kan het wel weer. Hij is echt niet verkeerd hoor. Nee, voor jou kan die niet, maar... Ga je een jurkje weggeven? Ja. Zo. Die is vet cool. Thanks. Die is eigenlijk ook best wel heel nieuw. Dit jaar gewoon gekocht. Maar die ga je weer weg doen? Ja. Waarom? Omdat het kan. En omdat ik de kijkers leuke kleding gun. Dat vind ik lief van je. Maatje XS. Het is best wel een aansluitend jurkje. Jij bent best wel smal. Hou er wel rekening mee dat kledingstuk nummer 8 redelijk smal is. Dit is de laatste, dames en heren. Kledingstuk nummer 8. Zet het in de titel van je mail. Kledingstuk nummer 8 als je geïnteresseerd bent in dit. Ben jij een jongen? Mag ook gewoon. Ja. Kledingstuk nummer 8. En dat is dan ook de allerlaatste. We gaan natuurlijk onze kledingkast nog veel verder opruimen. Maar ja, dat is best wel saai om naar te kijken. Ja, dus, dat is vooral alles in deze doos gooien. Maar de verhuizing gaat bijna plaatsvinden. En jullie kunnen dus nieuwe kleding binnenkrijgen. Hoe? Kleding@dylanhaages.nl. Mail dan jouw favoriete kledingstuk en nogmaals, zet het in de titel. Zet in je titel kledingstuk 1, kledingstuk 2, kledingstuk 3, net welke je wil. En zet daarbij waarom je dat kledingstuk wil. Hoe leuker... Dat vind ik ook wel belangrijk, dat zeg maar de dingen naar wie die toe gaan, die ook wel een beetje een leuk verhaal hebben. Dus niet gewoon zo, ik wil. Dat, ja. Precies, het is geen bruiloft. Zet gewoon een leuk verhaaltje in je mail en wie weet krijg jij binnenkort wel het kledingstuk. Thuis gestuurd. Nou, wij gaan verder met verhuizen en alles inpakken. En over verhuizen gesproken, volgende week woensdag komt de allereerste aflevering van de verhuisserie online. What? We willen jullie heel erg bedanken voor het kijken. Klik op het duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. Dan klik gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's. Dan hebben we nog maar één ding te zeggen en dat is... Later!